Ik kom uit een onderwijsfamilie. Mijn ouders zijn beide docent. Dat heeft mij veel geïnspireerd. Ik ben Mabel, 29 jaar oud. Ik ben docent bij de Hogeschool van Amsterdam. Werkzaam bij HBO ICT. Ik heb hiervoor verschillende banen gehad in de ICT, waaronder bij Capgemini. Op een gegeven moment begon het toch te kriebelen omdat ik al langer docent wilde worden. Na mijn Master Business Administration dacht ik van, ja, dan moet ik weer 2-3 jaar een leraaropleiding gaan doen voor bijvoorbeeld MNO en bedrijfskunde. En dat vond ik dan wat te lang duren, want ik had er al een paar jaar op zitten. Dus toen dacht ik, ga maar eerst het werkveld in en dan misschien op den duur kun je omscholen. Juist als je in het werkveld werkt en je komt lesgeven, dan inspireer je de studenten. Want zij zijn heel erg benieuwd naar jouw ervaring en wat zij ook kunnen doen. Wat ik mooi vind is de connectie met studenten en vooral voor de klas staan. Ik vind het leuk om te presenteren, heb ik het altijd al gevonden. En persoonlijk vind ik het heel leuk om een beetje gamification toe te passen in de lessen. Het mooiste vind ik wanneer de stof overkomt. Dus dat ik toch een manier heb gevonden dat men het begrijpt. En nog een stapje verder, dat ze het echt leuk vinden en de waarde van zien van, oh, hier kan ik wat mee. Je bent wel bezig met je vakgebied, met de kennis die je al hebt. Je bestaat meer in contact. Je bent niet de hele dag achter de computer. Dat was voor mij wel, en voor ook andere docenten die ik ken, wel een van de redenen dat we kozen voor docentschap.